allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En we gaan vandaag een diorama bouwen. Oh! Mocht je niet weten wat is een diorama. Een diorama is wat ik maak voor sluig. Eigenlijk alles wat daar staat qua bak, cross dingen, stallen. Wat heb ik nog meer? Een straat heb ik gebouwd, een wolken, paradise. Het is allemaal, ja, het wordt diorama genoemd en het is een beetje een fotoshoot achtergrond. En mij leek het dus leuk om een diorama te maken. Kerstweer, on a budget. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ik heb een paar dingen nodig. Als eerste karton. Ik heb een kartonnen doos ergens hier liggen. Die kan ik niet vinden. Die heb ik niet hier liggen. Maar karton is in principe gratis. Ik denk wel dat je... Ik had het van mijn huisgenoten. Je kan waarschijnlijk ook wel bij je ouders vandaan halen. Zeker na kerst en dingen heb je altijd wel misschien karton over. Dan heb ik de Action leeggeroofd. Want er waren zulke leuke dingen. We hebben lijm, want het is nodig voor dingen maken. En deze lijm was 80 cent. Mijn bedoeling is onder 10 euro te blijven. Dan heb ik deze prachtige set helemaal uit elkaar gevallen. Is met bomen. Alleen hier zijn de bomen al uit. Gelukkig had ik die niet nodig. Er zitten twee poppetjes in. En het ging mij dus om deze lantaarnpalen. Want die wilde ik graag gebruiken. Want... die is helemaal kerstig en kijk hoe cute. Dat is toch leuk. En ik heb nog deze boom. Deze boom heb ik gevonden op zolder. Dus die is ook gratis. Maar ik kan dus ook die kleine boompjes gebruiken in het pakket. Alleen deze is groter. Dat vond ik eigenlijk mooier. Dus dat is voor niks. En we hebben nog het volgende belangrijker. Poedersneeuw. Want er moet natuurlijk wel sneeuw... uur aanmaken. En ik had dan deze nog. Een sneeuwspray. En ik ben heel benieuwd naar het spul. Want het is toch voor bomen. Maar ik dacht misschien is dat handiger dan sneeuw wat overal gaat liggen. Want ik heb die diorama laatst. Ik heb een pakketje gehad. Vol met die poedersneeuw. En dat was heel leuk. Alleen het lag overal. Dus ik dacht die. En dat was volgens mij een euro. En dit was volgens mij 2 euro. Of 1,50 zelfs. Dus ja. En ik ga nog lijm gebruiken. Niet deze lijm. Je kan het in principe wel gebruiken. Maar ik ga hete lijm gebruiken. Een hete lijmpistool heb ik al. En ik heb een pakje gekocht. Was ook een euro. Met doorzichtige lijm. Heel belangrijk dat het doorzichtige lijm is. Jullie gaan straks wel zien waarom. Laten we beginnen. Gaan we als eerste het karton opchoppen. Ik wil dit stuk gebruiken. Hier komt dan mijn rivier. Dit is mijn rivier. Prachtig. En hier loopt dan een pad doorheen. Zo. Ja, heel mooi. Niks meer aan doen. Dit wordt mijn pad. Dit wordt mijn rivier. Goh. Dus dan moet ik eventjes kijken hoeveel karton ik daarvoor nodig heb. Want ik ga dit ook verhogen. Dit spul is, als ik het eruit krijg, spul van de Action. Volgens mij kan je dit voor een euro kopen. En dan gaan we dat gebruiken om het een beetje mooi groot in te delen.
aan deze kant ga ik met deze lijm een laagje maken. Om te testen of het sneeuw werkt. En het maakt echt niet uit dat ik hier heel veel van gebruik. Want het is ook voor deze diorama dus lekker laag. Een volle laag. Onder dat sneeuw. Kijken of ik er als ik lijm overheen hoef er dan intrekt. Ik wil dat het blijft zitten namelijk. En niet dat het overal gaat zitten na en straks. Het is tijd om te laten zien waar we deze voor nodig gaan hebben. Toch werkt het met een sneeuw strooien het best. Vooral met deze lijm. Het is er heel erg lekker tussen gaan zitten. Het glimt wel een beetje. Het moet nog steeds een beetje half drogen. Maar dat kost een paar dagen. Maar we gaan dit vullen. En er zit dus geen sneeuw. En dan gaan we ook natuurlijk met de hete lijm gaan wij de boom vastzetten. En natuurlijk onze lantaarntjes. Om niet te vergeten. Ik denk dat ik die... Ik ga het gewoon even neerzetten. Die daar wil. En dat de boom niet omvalt in de lijm, please. Oh nee. De boom hier neerzet. Dus die mag hier blijven staan. Die kunnen we eventueel hier neerzetten. Cute! De hele reden dat ik dit doe is namelijk, door de lijm lijkt het dus op water. Normaal gebruik ik altijd epoxy, maar omdat dit onder budget is, dacht ik, nou, doorzichtige lijm, dat deed ik vroeger ook heel veel, lijkt dus op water. En hiermee kan je hele leuke watertactieken doen. Dus het is zeker aan te raden, mocht je niet met epoxy gaan werken, want epoxy is natuurlijk best wel gevaarlijk en giftig. Dit is een heel goed alternatief. Hier zie je dus dat ik twee stukjes klei neem om hier dus een soort van sleet van te maken. Het is gemaakt van een stukje klei, als het goed is heb je nog een stukje over, en ijsstokjes. Dus watch and learn. Het resultaat mag er zijn, want hij is af en hij is zo ongelooflijk vet. En jullie missen hier wat, denk ik. Ik ben bezig met een nieuwe diorama voor de volgende aflevering. En het wordt een grote, zoals jullie kunnen zien. De ruimte is er al. Het wordt echt fantastisch. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. Ik vond het echt heel leuk om even zo'n budget diorama te maken. Er komen nog volgend jaar veel meer aan. Maar dat gaan jullie horen in de doelenbespreekvideo van het laatste dag van het jaar. En hoop ik jullie bij de volgende keer te zien. Ga lekker kijken naar het eindresultaat. Oh my god.